Zoals jullie kunnen zien heb ik succesvol deze Nestello deurbel geïnstalleerd op mijn 12 volt elektriciteitsnetwerk. En in deze video laat ik zien hoe ik dat heb gedaan. Dus eerst had ik deze klassieke huis- en keuken deurbel aan de voordeur hangen. Een 12 volt Nico, wel bekend. En uiteraard gaf deze beltrafo dus ook 12 volt af. Ik heb dat voor de zekerheid met de multimeter ook even nagemeten. En ik kwam inderdaad netjes op 12 volt. Dus ik heb de Nestello aangesloten en ik kreeg ook netjes de blauwe ring te zien. Enig probleem is dat nadien de gong niet meer werkte. Nou, alles leek goed aangesloten. Ik heb voor de zekerheid toch die standaard Nest clipjes vervangen met de eigen goede connectors. Dat ik zeker was dat de aansluiting 100% klopte. Maar nog steeds geen resultaat. Dus waarschijnlijk kreeg de gong te weinig spanning. Dus ik heb uiteindelijk deze transformator vervangen met deze transformator. Die nog steeds 12 volt afgeeft. Ik heb hem hier aangesloten op poort 2 en op poort 6. Maar die geeft 16 volt ampère. En daarmee werkt de gong weer. Ideaal. Uiteraard zijn deze niet goedkoop. Deze kost een kleine 60 euro. Maar het grote voordeel is dat ik de gong kan laten hangen. Die hangt hier op een mooie plek. Die is een stukje zelfs meegeschilderd. Dus ik vond het te veel gedoe om die eraf te halen. En een kleinere gong op te hangen die wel compatibel is met 24 volt. En dan met een stukje ongeschilderde muur te zitten. Dus op deze manier werkt de Nestello gewoon netjes op het 12 volt netwerk.